Dit is 3 maande sedert die constitutionele hof beslis het dat Dagga privaat gekweek en gebruik mag word. It has allowed more businesses to emerge and people realize now that people come into the expo going, hang on, people are allowed to grow cannabis at home for personal use now. And you walk around this expo, suddenly there are people selling to the public grow lights and growing tunnels in the open. Meer dan 20.000 bezoekers wordt bij die 4 dag lange expo verwacht. Ek is gebruiker, ek rook cannabis, ek het nie een probleem al mee nie. So ek het maar bykie kom kyk wat verkoop hulle hierso, ek het een paar dingetjies gekry, ek het vir my lekker oulike vibe gekoop, wat ook kan jou cannabis insit en het ruik glad nie. Jy mag echter nie een Dagga dampie hier maak nie. It is not legal to smoke in a public space and we've made it quite clear that this expo is a public space. En vir diegene wat juist op die opvoedkundige kant wil focus, is daar elke halfuur een kenner op die verhoog. I'm a cancer sufferer now for 18 years. I have been taking cannabis as medically. And the effects, I've got blowout now, which means the cancer's gone. But I want to find out more about it and how to get involved in the industry. Aan medisinale producten soos olies, rome en pille, vir onder meer kanker, depressie en selfs babbelas, is hier beslis nie een tekort nie. Kapenaars en Durbanite sal ook die kans kry om meer oor die bedrijf te leer wanneer die expo in april in die moederstad en in juli in Durban 'n draai gaan maak. Mia Spies, Eunice, Pretoria.